De Nationale Decent Work Commissie van Suriname was van 15 tot en met 21 april te gast bij de International Labour Organization, ILO, voor een workshop in Trinidad en Tobago. Op deze workshop zijn de leden van de commissie voorzien van de laatste instrumenten voor implementatie, monitoring en evaluatie van het derde Decent Work Country programma. Bij Decent Work gaat het om het scheppen en bevorderen van banen die een fatsoenlijk inkomen opleveren, veilige arbeidsomstandigheden bevorderen, sociale bescherming biedt en dat de rechten van werknemers worden gewaarborgd. De workshop heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de Nationale Commissie, waarvan de leden hebben geleerd hoe ze het derde Decent Work Country programma kunnen uitvoeren. De bacheloropleiding verpleegkunde aan het EFS-college COFAP is nu formeel een geaccrediteerde opleiding. Een accreditatie is een keurmerk dat aangeeft dat een opleiding aan de door de overheid vastgestelde kwalitatieve maatstaven voldoet. Het keurmerk wordt toegekend door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie, NOVA. Met de accreditatie van deze opleiding telt COFAP nu 2 geaccrediteerde opleidingen. Het EFS-college COFAP is in 2016 gestart met deze HBO-opleiding op bachelorniveau. Verkavelingsprojecten zijn vaak particuliere projecten waarbij de verkavelaar verantwoordelijk is voor het onderhouden van de wegen en het ophalen van trenzen. Er komen helaas gevallen voor waarbij burgers werden gedupeerd bij het aankopen van een kavel door verkavelaars die zich niet houden aan afspraken. In dit kader heeft OW het besluit genomen te starten met het proces om verkavelingen die voldoen aan bepaalde criteria over te nemen. Op dinsdag 26 april 2023 vond de officiële overhandiging plaats van 2 wegen van verkavelingsprojecten aan het ministerie van Openbare Werken.